Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Rinks. Toch even een verrassing. Alles goed? Ja, dan komen we er even bij. Zo. Wacht, ik heb het stil nog aan het zetten. Dank je wel. En dan geef ik hier de bijpassen op bos bloed. Alsjeblieft. Dank je wel. En niet te vergeten, en is per slotverrekening morgen Koningsdag en dan moet op gedronken worden. Alsjeblieft. Dank je wel. Uw belangrijkste werk is de kerk of is de fanfare? De kerk staat op nummer 1, fanfare nummer 2. Hoe is dat om er steeds de goede moed in te houden? Het parochieleven loopt terug, het verenigingsleven loopt terug? Ja goed, je probeert je gewoon in te zetten en het is voor de maatschappij. Hè. Dus ik bedoel, voor mezelf doe ik het niet, ook niet voor bepaalde personen, maar voor het geheel. Het schept wel verplichtingen natuurlijk, hè, zo'n lintje. U moet nog een paar jaar door. Ik zal mijn best doen om ook in de komende tijd de zaken zo te doen zoals ik ze tot nog toe gedaan heb. Misschien nog wat beter. Als ik kan. Meneer Geurts, drukke dag. U heeft de dag geplukt. Nou ja, het is de dag voor Koningsdag en dan worden in heel Nederland de lintjes uitgereikt. En we zijn vandaag hier begonnen in het Schinveld. 10 gedecoreerden in uw gemeente. 7 mannen, 3 vrouwen. Die verdeling is nog niet helemaal evenwichtig, hè? Nou, daar ga ik niet over. Soms is dat omgekeerd. Nu is het toevallig zo. Het zijn de mensen die het verdienen. Mensen die opgevallen zijn door de samenleving. En die krijgen dat lintje. Het cement van de samenleving? Ja, het cement van de samenleving. Het zijn vaak mensen die achter de schermen wel in bestuursfunctie zitten. En zich enorm lang inspannen voor de samenleving. En die worden vandaag in het zonnetje gezet. Waar gaat u nog naartoe allemaal vandaag? Ik ga kriskras door Beekdalen. De 10 gedecoreerden zijn verspreid over mijn gemeente. En dat is mooi om te zien. Overal een stukje vlaai eten. Het wordt zwaar, toch? Nee, dat gaat helaas niet lukken. Maar ik zal her en der wel een stukje mee peuzelen. Fijne dag. Insgelijks.